Waarom is er altijd een probleem als we weer krakers filmen? Meneer, wat doet u? Ja. Wat doe je? Wat doet u, meneer? Wat doe je zelf? Dag meneer, ik wens u van harte welkom bij het officiële nieuwe Krakersjournaal. Dank u wel. Het gebeurt vaak genoeg in Nederland. Nou, niet in Groningen meer, denk ik. Ik heb het hier lang niet meegemaakt. Dat 30 jaar is het hier niet gebeurd? Nou, heel lang niet. De driehoekoverleg had gisteren de beslissing genomen om ze eruit te halen. Maar het ging niet door. Het werd te donker. Voor de veiligheid van de politie hebben ze het gisteren niet gedaan. Maar het is de hele dag helder weer in Groningen geweest. Ze hadden vanmorgen om 9 uur zo kunnen beginnen. Maar ja, ze weten dat zij het natuurlijk aan het kortste eind hebben. Dat denk ik wel. Dat mag ik toch aan. Want hoe lang zitten ze er nu al? Sinds gisteren 2 uur. Gistermiddag 2 uur. Ze zitten nu 1,5 dag. Maar waarvoor doen ze het? Want ik bedoel, ze weten ook dat ze er over 2 dagen weer uit moeten. Nee, ze doen dit voor de buitenlandse studenten. Tenminste, dat zeggen ze. Die geen onderdak hebben in Groningen. Dag. Een hele goede morgen. Hi, goedemorgen. Want dit is voor buitenlandse studenten, maar ben jij een buitenlandse student? In Hartwel. In Hartwel? Ja. Mooi. Hier, kijk. Dag. Daar zijn we, dat is... Dag. Dit is door studenten gekraakt. Dit huis hierboven. Anders ga je even... Ik heb geen zin in. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk, je staat er wel achter wat je doet, toch? Dan kan je dat toch ook verantwoorden? Ga je gewoon eerst even overleggen? Hé, hey, pas eventjes op, zeg. Ga je gewoon laten terugkomen, ja? Hey. Ja, ik wil ook wel eens wat. We moeten even... Wij maken hier nieuws over iets wat u aangaat. U zou toch gewoon uw verdrag moeten kunnen verantwoorden? We moeten gewoon eerst even overleggen. In plaats van direct zo die camera in mijn plek zetten. Het is de openbare ruimte. Waarom is er altijd een probleem als we weer krakers filmen? Meneer, wat doet u? Ja. Wat doet u, meneer? Ja, nou, wat doe je zelf? Waarom is het altijd een probleem? Waarom is het altijd fysiek? Waarom is het altijd? Je me niet wil filmen. Waarom niet? Je gaat mij gewoon filmen. U zou toch ook moeten kunnen instaan voor de daden die u verricht? Ga dat ding kapot slopen, hoor. Als je niet dat op... kan helemaal niet. Dat kan makkelijk. Let maar op. Zo. Eén schop, maar meneer, waarom is het altijd een probleem? Waarom wordt het altijd fysiek waarom als we krakers interviewen? Waarom ga je door met die fucking microfoon in mijn bek? Het gaat om het feit dat u iets doet wat natuurlijk gewoon niet mag. En dat weet u donders goed. Flikker op, man. Het zijn niet eens studenten wat hier zitten. Maar we hadden gekeken wat voor mensen dit aan het kraken waren. Er zat geen student tussen en in ieder geval niet buitenland. Echte buitenlandse studenten zijn het. Ja, echte buitenlandse. Je kunt het ook aan hun uitzicht zien. Zoals ze eruit zien. Maar het gekke is, denk je dat ze zich gaan laten wegsturen? Ik weet niet of ze dat laten. Ik heb net even geprobeerd met deze mensen te communiceren. En? Dat werd fysiek. Flikker op met dat ding. Wat is er nou, meneer? Flikker op bij mij. Kijk, we moeten toch gewoon het nieuws maken. Je bent gewoon ruzie aan het zoeken nu. U loopt naar mij toe. Ik moet mezelf verdedigen, joh. Ja, omdat dit is toch geen houdbare situatie? Wat u hier aan het doen bent, is toch geen houdbare situatie? Flikker op met dat ding. Do you think you can go in a building and intrude it? Yeah, go like somewhere else, please. What do you say? That go somewhere else, please. I don't want to talk to you. It's not allowed to squat a building, right? And is this your bike with your goods? Daar ben je weer, hè? Wat een gezellige boel, joh. Hoe is je daarboven? Ja, eens een beetje genieten. Toch gratis wonen. Kijk eens aan wat jullie allemaal krijgen. Oh, jammer. Wat, gast, pak je daar zomaar iets af? Ja, bijna. Mag ik hem eens? Wat wil je hebben? Ik wou je microfoon even lenen. Waarom? Wil je dat ook gaan jatten? Ja. Wil je dat ook, ben je niet opgevoed of zo? Nee. Hé, waarom doe je nou zo flauw, zeg? Als je een tik op je neus wil, moet je ze door blijven gaan. Maar het is toch ook mijn huis als het ook van jullie is? Ik bedoel, het is nog niet meer van jullie dan van mij. Dan wil ik ook wel wat vastgoed in de stad, als jullie dat ook zo makkelijk krijgen, toch? Hoe laat is het solidariteit? Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! En waarom mag ik er dan niet in? Waarom mag ik er dan niet in? Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Ben je toch solidair met mij?